Hallo allemaal, zoals jullie zien heb ik mijn nieuwe verlichting eindelijk. Ik heb weer een heel enorm drukke periode voor school. Sorry dat ik daarom zo weinig post. Ik doe mijn uiterste best. Maar ja, ik wou eerst wachten op mijn verlichting. Nu zit ik terug in een heel drukke periode voor school. Vergeef het mij alsjeblieft. In elk geval, dit is de look die ik vandaag voor jullie heb. Het is lang geleden dat ik nog eens echt oogmake-up heb opgehad. Dus ik heb hier zeker heel veel plezier van gehad van dit te doen voor jullie in deze video. Ik heb een paar leuke productjes gebruikt. Die ik jullie ga laten zien. Blijf zeker kijken om te zien hoe ik dit gedaan heb. Ik begin met het plakken van plakband om mijn oogmake-up een mooie vorm opzij te geven. Dan ga ik verder met mijn oogschaduwbasis, mijn Eye Base Primer van Kiko, zoals gewoonlijk. En die smeer ik dan uit over heel mijn ooglid. Dit zal ervoor zorgen dat mijn oogschaduw een beetje meer gepigmenteerd is en heel de tijd op zijn plaats zal blijven. Dan gebruik ik deze Kiko oogpotlood. Het is eigenlijk een crystal eyeliner. Het is ook waterproof en die breng ik aan over heel mijn ooglid. Dus ik begin aan mijn wimperrand en dan ga ik eigenlijk gewoon lichtjes en heel slordig eigenlijk over de rest van mijn ooglid. Dan gebruik ik een platte oogschaduwkwast en een donkerbruine kleur die heel hard lijkt op de kleur van het oogpotlood zelf. En die breng ik ook weer relatief slordig op het ooglid aan. En blend dan de randjes hiervan naar omhoog met een goede fluffy kwast. En blenden is altijd het belangrijkste bij een smoky eye, eigenlijk bij elke ooglook. Blenden en vervagen. Dan gebruik ik nog een platte oogschaduwkwast, ook een van Kiko, met een licht kleurtje, een melkachtig botkleurtje. En dat breng ik aan op het wenkbrauwbot. En dan gebruik ik diezelfde kwast van daarjuist om eigenlijk de randen van, eigenlijk de overgang van mijn ooglidkleur in die highlighterkleur op het wenkbrauwbot eigenlijk, om die overgang zachter te maken. Dan gebruik ik nog een platte oogschaduwkwast en gebruik ik het kleurtje YDK. Dus ik denk dat dat You Don't Know is van het Naked, ik denk 2 palet. Dit is het 2 palet. Ja, dat breng ik dus over het ooglid aan om de kleur op mijn ooglid zelf terug wat frisser te maken. Dan gebruik ik de oogschaduwkwast die ik in het begin gebruikt heb met de donkerste kleur. Daar veeg ik eigenlijk de restjes van die eerste donkere kleur mee uit onder de onderste wimperrand eigenlijk. Dan gebruik ik dit kleurtje van Catrice. Het is een heel mooie highlighterkleur. En dit breng ik aan met nog eens een platte oogschaduwkwast. Het is niet zo'n goede. Het is er een van Essence. En hiermee breng ik dus de highlight van de binnenste ooghoek aan. Dus echt een hele frisse kleur. Heel mooi. En dat brengt gewoon het opent de ogen echt helemaal. En het maakt de look gewoon heel fris. Dan gebruik ik een BB cream. Van Etude House, voor willen jullie het weten. Er zit een hele hoge SPF in. Het is echt een echte Aziatische BB cream, maar jullie moeten dus wel weten, bij echte Aziatische producten wordt er echt wel zwaar op dier getest en ik ben daar eigenlijk niet zo voor. Maar ja, ik heb het product nu, in het vervolg ga ik er gewoon rekening mee houden. Dan mijn Bobbi Brown concealer. Die gebruik ik eigenlijk als corrector onder mijn ogen om mijn donkere randen onder mijn ogen wat te camoufleren. Maar ik vind hem iets te warm van ondertoon om echt gewoon als concealer te gebruiken. Dus ik gebruik nog een concealer, de Radiance Reveal van Bourjois. Dat is een nieuwe concealer die eigenlijk bij de City Radiance Foundation hoort. En ja, die breng ik gewoon aan zoals ik gewoonlijk doe. Dan gebruik ik de poeder die in deze concealer kit van Bobbi Brown zit om mijn producten op mijn gezicht eigenlijk vast te zetten en te zetten. Vooral onder mijn ogen, rond mijn neus, kin, dan gewoon de overschotjes over de rest van mijn gezicht. Ik gebruik niet al te veel poeder zoals jullie zien. Dan mijn blush, contour en highlighters zien jullie in een aparte video.
Daarvoor heb ik het Sleek paletje gebruikt. Echt een super zalig paletje. Ik heb er ook een artikel over geschreven. En mijn wenkbrauwen doe ik hier ook even in het versneld. Dan gebruik ik voor op mijn onderste waterlijn nog het Sephora Long Lasting Kohl Pencil. In een beige huidskleur, tint zal ik zeggen. Het geeft het effect van grotere ogen. Dan krul ik mijn wimpers. En breng ik een eerste laagje mascara aan. Ik gebruik de Clump Defy False Lash Effect van... Ik ga de naam op het scherm laten staan, want ik weet niet meer juist van welke merk dat die is. Een goede mascara om als basis te gebruiken voor het volgende product. En dat is namelijk de Too Faced Better Than False Lashes. Dat is eigenlijk een duo. Als eerste gebruik ik de base. En die zal er eigenlijk voor zorgen dat er eigenlijk een plakkerige basis is voor de fibers die ik hierna aanbreng. Die fibers die plakken dus echt aan de wimpers. Die zorgen er dus voor dat mijn wimpers dikker en langer zijn. En dan gebruik ik diezelfde base coat ook nog eens als topcoat. En daarmee kleur ik de fibers eigenlijk in dezelfde kleur als de mascara en als de rest van mijn wimpers. Waardoor het dus echt gewoon lijkt dat mijn wimpers zo zijn. Zeker als je niet goed bent in het plakken van valse wimpers, raad ik dit heel erg aan. Want het is echt wel heel mooi. Voilà, dit was dan hoe ik het gedaan heb. Dit is weer een voice-over. Laat mij zeker weten als jullie dat leuk vinden, voice-overs. Laat mij zeker weten als jullie een talk-through video leuk vinden. Hiervan komt er ook nog eentje. Namelijk mijn contour highlight blush routine. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.